Dit is What the Art, een serie gemaakt door de Blikopeners, de jonge medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze keer ontvangt Ahmed Raquel van Haver. Welkom. Dankjewel. Welkom in het Stedelijk. We hebben een aantal werken uitgekozen die wij vonden die bij jou passen en ook niet. Dus dan zijn we benieuwd wat je van die werken vindt. Laten we gaan. Is goed. Kunst is heel vroeg bij mij in mijn leven gekomen al. Eigenlijk heel jong ben ik beïnvloed door mijn opa op het atelier. En hij heeft me eigenlijk de basis geleerd van hoe ik nu mijn werk maak. Het is heel bijzonder dat prinses Beatrix een werk van mij heeft gekocht. Dit was uit mijn hoofd in 2012. Dus eigenlijk het eerste jaar dat ik afgestudeerd was. Kijk, staat die meesterwerk. Yes. Iconisch werk van Stedelijk natuurlijk, Cathedral van Barnett Newman. Het werk is aangevallen. Ja, in 1998. Ja. Dus er is wel iets in dat werk wat dat getriggerd heeft. Mm-hmm. En waar weer dialoog kan ontstaan tussen andere mensen, andere groepen. Maar dit is gewoon echt een heel imposant werk, heel mooi metaal. En ik vind de kleur gewoon geweldig, of de kleuren. Ik vind het idee achter het werk ook dat de kleur zelf eigenlijk het verhaal vertelt, het gevoel moet oproepen. Dat vind ik heel erg mooi. In het begin, toen ik hier alleen in Amsterdam zat, waren mijn schilderijen grijs. Heel donker. En elke keer als ik nu terugkom, de laatste keer in Zimbabwe, waren mijn kleuren heel oranjeachtig. Omdat de grond daar oranjeachtig, roodachtig is. Dus elke keer als ik terugkom ergens, dan neem ik altijd een nieuw palet mee. Welkom bij Anselm Kiefer. Ik vind het leuk dat je me hier naartoe meebrengt, want dit is wel echt een van de kunstenaars waardoor ik altijd heel dik wilde schilderen. Ik weet niet hoeveel lagen, het zijn veel lagen die eigenlijk op elkaar gebouwd zijn, nat in nat. Om tot een hele dikke textuur te komen. En vaak gebruik ik het echt alleen maar voor de huid, om het toch een beetje rauw te houden. Ja, ik wilde gewoon uitproberen. Dus dat was in ieder geval hoe ik ben begonnen met dik schilderen. En nu zitten er veel meer andere dingen bij en dat komt ook omdat mijn thema's heel mooi aansluiten bij het materiaalgebruik. Want hoe kies jij je thema's en wie beeld je nu af precies op je werken? Ik maak altijd stiekem van iedereen foto's. En uiteindelijk komen ze, echt stalker chick. En uiteindelijk komen ze altijd op mijn doek terecht. De mensen die ik hier afbeeld zie je niet zo snel in het museum. Dus daar begint voor mij al een dialoog. Ik wil heel graag een gesprek aangaan. En ik denk dat ik uiteindelijk, in plaats van letterlijk staan op de barrières, toch gekozen heb dat het toch in mijn studio beter tot z'n recht komt. Dan schreeuw ik wel dit en dit en dit. Dat werkt niet voor mij. Ik ben een schilder, het is een heel slow medium. Weet je, en alles wat we nu doen op Instagram is gewoon snel, 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 snel. En ik probeer gewoon mijn ideale wereld te laten zien van wat het is. En ik denk dat ik daarvoor strijd. En ik hoef niet per se te schreeuwen. Misschien schreeuw ik wel met mijn schilderijen. Misschien is het wel jouw autobiografie. Nee, ik hou niet van in bed liggen met kaas. Nee. Wat is het, kaas? Ben jij van plan om een autobiografisch werk te maken? Ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik haat het om mezelf te schilderen. Nee, ik schilder wel altijd mijn omgeving. Ik ben heel slecht, wat ik net al zei, in zelfportretten. Maar het is wel meestal een zelfportret in die zin, of het werk wat ik maak, dat ik het ervaren heb of gezien heb. Dus dat er altijd wel iets van mijn directe omgeving is er altijd wel ingestopt in het werk. Voor mij gaat kunst over een verhaal vertellen. Weet je, het kan een superlelijk schilderij zijn, maar het verhaal kan best wel goed zijn. Maar als het een interessant werk is, wil je vaker terugkomen. En vaak is dat omdat het verhaal meer lagen heeft, waardoor je terug wil komen. En elke keer als je terugkomt, zie je weer wat anders. Ik denk dat het mooie van kunst is, dat je elke keer weer iets nieuws ontdekt. Oh, is deze nieuw hier? Weet niet. Hey. Bam. Maar dank, man. Geen probleem. Jullie hebben net wat over mijn werk gehoord. En mijn grootste wens naar jullie toe is dat jullie nu ook je eigen werk en verf gaan maken.
te beginnen eigenlijk met foto's zoeken. Ga rond de klas, je klasgenoot die naast je zit, je leraar, ga naar buiten, weet ik veel. Maar in ieder geval een klein half uurtje. Kom je weer binnen, ga je even tekenen. Gewoon 2, 3 foto's, de mooiste die je vindt. Maar teken die heel even na. Niet te gedetailleerd, maar gewoon zo makkelijk mogelijk. Want je moet er ook overheen gaan schilderen straks. Als je dat gedaan hebt, je hebt een goede compositie. En dan ga je je materiaal zoeken. Materiaal waardoor je je verf heel dik kan maken. Dit kan dus lijm zijn, dit kan gips zijn, dit kan papier-mâché zijn, houtzagels, weet ik veel, haar. En uiteindelijk kan je daarmee gaan schilderen en je schilderij zo opbouwen. Dus succes!